Hij voelt heel goed aan, zegt Adrie. En dat zei Anteline vorige keer ook al. En ja, we denken dat we op de goede weg zitten. Ja, dat lijkt er wel op. Ik vond hem een beetje plakkerig, het laatste stuk. Leek mij een beetje alsof hij zich misschien nog een beetje inhield. Zou dat kunnen? Ja, Adrie zei, dan moet je hem nog wel even goed wakker maken. En dan moet hij het zweepje nog even laten zien. En dan reageert hij er wel goed op. Ja. Nou ja, hij heeft hem hoe dan ook binnen. En hij ziet er geweldig uit. We wachten nog even totdat hij officieel is. En uitslag is in totaliteit officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door paard nummer 3, Acaro. De 4-jarige bruine Ruin van Pevetel uit Amore. In eigendom van Aage Postumus, hij is ook de trainer en de winnende jockey. Voor de tweede maal vandaag, Adrie de Vries. Tweede geplaatst nummer 5, Sensible Friend. En derde de 4, Prins Dion. 3-5-4. Start over 12 minuten. De ren werd gemakkelijk gewonnen in de tijd van 2 minuut 5, 2 tiende seconden. Met een voorsprong van 1/3 lengte. De andere afstand is vele lengte. We kunnen gaan huldigen, dames en heren. Voor de tweede maal Adrie de Vries in de winnaarsring. Ja, het zal misschien weer even duren totdat we hem weer zien, dus geniet er nog even van. Maar wie weet dat er ooit nog eens een zondagje dit seizoen is dat hij niets heeft te doen in Duitsland. Zal bijna niet voorkomen. Ja, goed. Ja, zoek een koersje op Duitsland. Koersje op zoek in Duitsland, hoor ik. Ja, het is natuurlijk best goed paard. Hij heeft 2 jaar al gewonnen in Duitsland. Dus dan moet je wel een beetje klasse hebben. Hij heeft een blessure gekregen, maar ze hebben hem netjes opgeknapt. Dus als hij een beetje in de richting van zijn oude klasse komt, dan kan hij in Duitsland ook meedoen. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat hij er nog iets makkelijker bij weg zou zijn. Was hij wat luiig? Hij is heel erg lui. Als 2 jaar thuis. Heel relaxed. En toen hij won in München ook alleen maar met zijn oortjes naar voren. Zo is hij. Dus hij doet niet te veel. Alleen maar goed. Dat is ook wel heel verstandig inderdaad. Nou ja, 2 uit 3 vandaag Aad, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Kom maar alsjeblieft nog een keertje. Zo goed voor de sfeer hier. Ja, het is meestal maar 1 keer per jaar helaas. Maar ik ga het in ieder geval proberen. Ja, je weet dat het gewaardeerd wordt in ieder geval.